Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien wat mijn eyeliner routine is en hoe ik het precies doe. Ik kreeg er wat vragen over, omdat ik dingen zeg maar dubbel gebruik voor een lijntje. En ik ga je laten zien waarom en hoe ik dat doe en wat mijn eyeliner look is. Om te beginnen, ik ga altijd door fases met mijn lijntjes. Ik gebruik bijvoorbeeld een potlood of een vloeibare eyeliner, gel liner, oogschaduw. Ik gebruik van alles. Het is maar net waar ik op dat moment zin in heb. Ik heb net een hele lange tijd gehad dat ik elke dag een winged liner droeg. Nu doe ik dat iets minder. Ik vind het nog steeds heel erg mooi. Maar nu combineer ik dus mijn lijntje met meerdere producten en ik ga laten zien hoe. Ik heb op het moment niks op mijn ogen en ik begin met oogschaduwbasis. Dat is heel belangrijk. Ook al gebruik je geen oogschaduw, oogschaduwbasis zorgt ervoor dat alles wat je op je ogen smeert, als het eyeliner, gel liner, gewone poeder, maakt niet uit, het zorgt ervoor dat het op zijn plek blijft zitten. En heel veel mensen hebben vettige oogleden, ook al is het hieronder misschien droog. Daarboven kan het heel vettig zijn, dan gaat alles glijden, dan gaat je mascara afgeven en het is gewoon niet fijn. Gewoon oogschaduwbasis gebruiken. Mijn favoriet is nog steeds van Urban Decay. Dit is Sin, dit is de glimmende versie. Maar je hebt allerlei soorten en inmiddels heeft hij ook een nieuwe verpakking. Dan ga ik nu een basislaagje oogschaduw aanbrengen. En ik gebruik mijn Visiart paletje hiervoor. Ik neem een hele neutrale kleur, deze. Dit is een prima kleur, je kan ook gewoon je gezichtspoeder gebruiken bijvoorbeeld. Ook dit is echt een tip als je een eyeliner wil die op zijn plek blijft zitten. Gewoon een basic oogschaduw over je oogschaduwbasis gebruiken. Ik kan ook een hele look maken, maar voor nu gaat deze tutorial echt om de eyeliner. Dus ik breng gewoon één kleur aan. Zo, nu heb je echt, je ooglid is nu helemaal ontvet, zeg maar. En heeft een goede basislaag voor eyeliner. Oké, stel je voor dat ik nu een hele look heb gemaakt met bruin en met allerlei kleurtjes. Of whatever, gewoon ik heb in ieder geval een ooglook. Dan ga ik nu beginnen aan de eyeliner en dit is wat ik doe. Ik neem een mini penseeltje. Het hangt er een beetje vanaf waar ik zin in heb. Dit is een hele dunne kleine van Bobbi Brown. Die is mini mini. En dit is ook een mini. Die maakt het iets smokier. Dat vind ik zelf misschien net iets mooier. Dit is hoe die eruit ziet. Hij is van Zuffa. Hij heet de Smudger. Hij is klein, stevig, mini mini. En is perfect om dingetjes zo aan te brengen. Deze dip ik in een zwarte matte oogschaduw. Soms gebruik ik donkerbruin. In ieder geval iets van een donkere kleur. Dit druk ik tegen mijn wimpers aan, zo, boven mijn wimperrand. Ik focus me een beetje op de buitenkant. En als er nog iets op het kwastje zit, tenminste een beetje een restje op, dat breng ik van hier naar het midden toe aan, zo. Ik kan het een klein beetje vervagen, het randje, dat hij niet te hard is, zo. Nu dip ik hem opnieuw in de zwart. Zorg ervoor dat er maar een heel klein beetje op zit, anders krijg je fallout. En met zwart is dat heel vervelend. En dan ga ik de onderkant doen. En het handigste is als je dan je spiegeltje neemt en zo omhoog kijkt. En zo zet ik een lijntje een beetje door mijn wimpertjes heen. Ook hier focus ik me op de buitenkant. Je kan hem tot ongeveer de helft doen. Of je trekt hem een beetje door. Nee, je moet niet te hard zijn, dus een beetje vervagen. Ik corrigeer dit eronder nog een beetje door wat poeder toe te voegen. Gewoon wat ik ook op mijn gezicht heb gebruikt. Wat ik vroeger vaak deed, is dat ik hiervoor een oogpotloodje gebruikte. Dat kan ook, dus dan smat je dit zo met het potloodje en dan met een kwastje vervagen. En nu neem ik mijn vloeibare eyeliner en ga ik daar een lijntje mee zetten. Dit doe ik over de zwarte oogschaduw heen tegen mijn wimpers aan. Zo. Dus nu heb ik eigenlijk een basis gelegd van oogschaduw, basis, oogschaduw en dan zwarte oogschaduw en dan de eyeliner. En dan zal je zien dat de lijn heel, heel, heel intensief en dik is. En heel opvallend, zeg maar. Ik heb hem nu vrij heftig aangezet. Ik doe hem vaak ietsje lichter, maar als je voor tutorials sake, dan zie je het gewoon heel duidelijk. Dit is hoe het eruit ziet. Mijn oog ziet er gewoon gelijk een stuk groter uit. Ik heb zelf hele onopvallende wimpers. Dus eigenlijk, dit zorgt ervoor dat optisch je wimpers ook dikker lijken. Want ik ga nu mascara toevoegen. En ik gebruik deze van Givenchy. En dan zal je zien dat ook je... Het lijkt gewoon alsof je hele grote ogen hebt, doordat je het op deze manier doet. En onderwimpers ook, uiteraard.
En dat is het. Dit is mijn eyeliner routine op het moment. Dus oogschaduwbasis, huidskleur of gewoon een kleur iets. Daaroverheen zwarte oogschaduw. Helemaal zeg maar eromheen of tot de helft. En daaroverheen vloeibare eyeliner. Zit helemaal top. Blijft de hele dag op zijn plek zitten. En ik vind het super fijn. Ik ga nog heel even snel mijn andere oog doen. En weet je wat nou het mooie is van deze techniek? Je krijgt een soort van ombre effect boven je wimpers. Je ziet dat nu heel veel. Niet alleen in oogschaduw en shaping en zo, maar ook bijvoorbeeld lipkleuren. Dat mensen meerdere tinten gebruiken om te shapen. En ik heb het idee dat dit ook soort van de wimpers... Weet je, het begint diep zwart door die eyeliner. Dan wordt het steeds iets zachter. Een soort mini smoky eye. En dan gewoon voor elke dag. Zo, dit is het. Ik hoop dat jullie dit tutorial leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf deze heerlijke body butter kan maken. Die helemaal fluffy en moesig is. Helemaal doet je.